Acru Gaming. Hey en welkom bij Acru Gaming. Ik ben Don Zeker en ik ga verslag doen van deze videogame Dying Light op de PlayStation 4. This is for you. By the way, word around the tower is you're just another deadbeat in line for food or antiseptic. By which I mean, the people here don't much like you. But don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrops, though, and you'll see people change their tunes in a hurry. That shit's a game changer. Thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also, if you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors, they might like you more. Might even find a woman. Keep you warm at night. Beetje vreemde gozer dat. Nou, we krijgen een tafelpoot, roestige verstelsleutel, keer 1, EHBO-dozen, metaalonderdelen en een slotopener. Wat je heel handig kan gebruiken in de game. Survival horror game. Zelf overleven, zelf dingen maken, EHBO-dozen maken, onderdelen vinden ondertussen in de huizen waar je kan terechtkomen. Opdrachten, verhalen. Super game, super verhaal. We beginnen hier al. We praten met oud mannetje, toch maar niet. Hier al. Hier moet je naar beneden om er naartoe te gaan, naar buiten. En al leuke zombies tegenkomen. Te komen, sorry. Ik ben een gamer van Acru Gaming. Er is er nog een, gruwelijk. Die doet de andere games, zoals Assassin's Creed en Fable 3. Ook zeker kijken. Mag zijn wapen niet. Ik krijg zijn wapen niet. Jammer. Zou een stuk beter in verdediging kunnen. Eerste stap buiten voor Dying Light op de PlayStation 4. We got Dr. Zera set up in a semi-trailer on a fenced in plane court. When you leave the tower, hang a left and head due south. You can't miss it. It's Crane, kid. Alright, alright. Crane. Niet mijn naam vergeten, vriend. There's no time to take in the sight. And try not to make too much noise. Niet te veel herrie maken. Nou, dan wordt wat. Kijk, zag je hem? Hij loopt daar. Hup. Oh, verkeerde kant op. Even kijken, hoe ga ik hierop klimmen? Ja. Kijk, er lopen een paar zombies daar. Hè. Waar moet ik naartoe? Naar het oranje gedeelte? Oeh, daar wil ik niet inlopen. Dan ben ik zeker dood. Ze staan echt zo stom daar stil. Hier over het hek heen, hoppa, springen met die handen. Oh, nee, daar kan ik niet naartoe. Plekje zoeken. Kijk, daar al, trappetje op. Super. In 2, hoi, oh shit, ah, gelukkig. Betreed veilige zone. Nog iemand met een geweer. Wie is er binnen? Dokter, hallo. Dokter. Camden, are you there? Damn it. So, I'm supposed to get a vaccine? What? No, no, suppressant. It's called antizum. Suppresses the symptoms here, sit. Antizum. Postpones the inevitable. Best the GRE could do. Inevitable? So, there's no cure? It's a variation of rabies. There's no cure right now. But you see, I've been running tests on both antizen and infected tissue. A cure is possible. Definitely possible. Oh shit, you really think you can figure it out? With Dr. Camden's help, yes. I think so.
Where did I put that injector? And who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector Zero, where the outbreak first, well, broke out. We've been collaborating via radio, though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city, hoping some of the infected would eat them so I could observe and document the results. But they didn't? It bore no fruit. I'm ashamed that I wasted so much time on it. No reason to hold any antizen in reserve now. In any case, all right, I'm quite busy, so on your way now. What was I doing? Zo, die heeft het zin in. Zijn eigen wapen, zijn eigen mes aan het slijpen. Super. Oké, great. That'll to hold you. For a while. Which is good, because I'm starting to get used to the idea of bossing you around. So, time for a real trial. Go talk to Spike. Spike. Find him near Zeta's truck. Wat een naam, Spike. He's got the first real job for you. Spikey. Net een hond. Spikey. Spike, zit. Zit, Spike. Hey, Spike. Just what I need. Hij zit ook nog. Alright, Spike zit. And pay attention. There are two types of airdrops. One is food, first aid supplies, survival gear and such. The other kind is filled with antizen. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. But the trouble is, the airdrops with antizen keep getting raided by Ryze's thugs. And without antizen, we're basically screwed. Ryze and his boys only operate during the... De animatie, de graphics zien er gruwelijk uit. Ik vind alleen nog een beetje de manier van de poppetjes, die zijn nog best wel houterig. En ook die ogen zijn nog erg houterig. De mond beweegt wel aardig mooi. Mijn taak, super. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night. And if he doesn't come back with antizen, we are lost. Dat is fucked up voor hem. Niet mijn probleem. Maar ja, we moeten maar onze taak vervangen. Rotjes. Het is nog geen nieuwjaardag. Shit, we moeten nog even wachten met afsteken, jongens. Kan ik hier omhoog? Ja, kan hier omhoog. Hey. Informatie. Altijd handig. Roven is de sleutel tot overleven. Maar dan heb je sowieso die lockpickers voor. Daar kan jij die dingen mee doen. Die kistjes openen. Hey. Bam. Ja, even slaan, jongen. Meisje, het is een vrouw. Shit. Running, ik ben aan het rennen. Ik ben sneller dan jij. Hey, elektrische car gebruiken. Super. Zometeen elektriciteer ik mezelf nog. Toren. I'm outside, working for Spike. You're Crane, right? Listen, our runner's trying to secure one of our safe houses for Brecken's mission. He's in a courtyard by Vefa and Mimar, surrounded by zombies. We gotta help him. Alright, I'm on it. Ja, hij zegt we moeten hem helpen, dus volgens mij gaat ze me meehelpen. Super. Een chickie vinden. Super. Meisje, je bent zo lelijk als de nacht. Het systeem zelf klimmen werkt super goed. Dit is een begin videootjes van mij nog, dus dan
af en toe een beetje klungelig. Raampie. Kizzy. Oh. Geen kizzy. Vol op je hoofd. Vol op je knar. Hé, hey, even op je knar. Waar staat nog? Fanatiekeling. En geen conditie meer. Lekker in. Klimmen. Wat snel. En eroverheen. Super. Waar is het meisje? Waar is die vrouw? Moet ik het alleen doen? Jongen, 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 jongen. Val op je hoofd. Koppen. Oh, het ziet er mooi uit. Botten. Breek de botten. Ga liggen, man. Ga dan liggen. Goed zo. Down on the ground, noob. Get down on the ground, noob. Zo, $6. Daar word je rijk van, zeg. Kan leren. Are you kidding me? Nee, is hij al een zombie? Shit. Hey, kopieer, kost 5 euro, hè? Niet shit. Blauwdruk. Blauwdruk. Blueprint. Klimmen. Ik moet naar beneden hoor. Ik moet niet omhoog. Juist. Kijk. Hey, gebruik u. Hey, licht. Super. Ik zie licht. Even wachten jij, hè? Even geduldig. Ik moet even iets doen voordat ik de lichten aandoe. Oh, oh. Wil niet. Laat maar zo op deze manier. Oh, kan ook niet. Nee. Hey. Super. Hoppa. Klimmen. Dit was ook het einde van dit filmpje. Sowieso gaan we er meer van maken van Dying Light. Ja, ik zou zeggen, kijk en subscribe ons YouTube channel. En kijk natuurlijk ook naar de andere filmpjes. Dit is Ekeru Gaming. Dit was Don zeker. En ik meld me op dit moment helemaal af. Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it.